Goedemorgen iedereen, welkom in een nieuwe en een korte video. Waarom ik eventjes de tijd neem om een korte video op te nemen, is omdat we morgen 21 juni zijn. En dus dat betekent dat we eigenlijk in de energie zijn van de zomerzonnewende. Een hele lange tijd vroeger, ik zou zeggen in andere culturen, maar eigenlijk ook in onze cultuur, was de zomerzonnewende een tijd waarin dat er heel veel feest gevierd werd, omdat dat de tijd was waarin het de oogst kon beginnen, waarin men eigenlijk de vruchten kon gaan plukken van hun harde werk. En daarom is deze tijd ideaal om niet alleen te gaan rusten, maar ook te gaan kijken en te gaan evalueren wat je de afgelopen 6 maanden hebt bereikt. Wat zijn jouw succesverhalen? Wat zijn jouw kleine overwinningen in de afgelopen 6 maanden? En wees daar ook trots op. Dank jezelf ook voor de stappen die je al dan niet gezet hebt. Vergeef jezelf voor degene die je nog niet durfde te nemen, of de keuzes die je nog niet durfde te maken, of voor de verkeerde keuzes die je misschien naar jouw aanvoelen hebt gemaakt. Omdat dat jou eigenlijk weer een nieuwe start zal geven voor de volgende 6 maanden. En dus de tweede stap dat je dit weekend en de komende week nog kan doen, is gaan kijken van oké, wat zijn mijn wensen, wat zijn mijn dromen, wat wil ik verder nog gaan vormgeven, wat wil ik nog gaan ervaren, hoe wil ik me voelen, hoe wil ik dat mijn dagelijks leven eruit ziet en voelt. Waar wil ik mijn tijd en energie naar richten, op focussen? Dus dat zijn de belangrijke zaken waar je eigenlijk nu mee aan de slag kan gaan. Meer nog dan eigenlijk op het einde van het jaar rond kerst en nieuwjaar. Dus neem dat die date eventjes voor. Misschien ben jij wel nu iemand die zegt van ik zit eigenlijk compleet vast in mijn leven en ik weet niet wie ik ben, waar ik heen moet, wat dan mijn dromen zijn. Ik heb eigenlijk geen dromen. Wel, daar raad ik jou aan om zeker je te laten ondersteunen door iemand waar dat je jezelf kan mee zien, waar dat je goed bij voelt, maar ook iemand die jou echt een spiegel voorhoudt. Dus niet iemand die gewoon maar met jou meepraat, maar iemand die echt wel de spiegel en de zaken terugkast waar je aan te werken hebt. Waar je nou jezelf nog kan gaan versterken, waar je zaken, waar je eigenlijk jezelf saboteert. Daar komt het op neer. Dat gezegd zijnde, ik denk even na wat ik nog wil meegeven in deze video. Weet dat je zelf heel krachtig bent en dat alles in jouw buitenwereld, dus in jouw realiteit, is een rechtstreeks of onrechtstreeks, als het al iets langer duurt, een resultaat van de energie dat jij bent. Dus van de disbalans of de balans in jezelf. Zijn er zaken in je leven, bepaalde gebieden die niet stromen? Of je probeert iets te bereiken en je ontvangt dat niet, of je zet een intentie en die wens is er niet, of niet volledig, of niet zoals dat je verwacht had, wat dan is dat een reden voor? Dan is dat eigenlijk het universum die spiegelt aan jou dat ofwel je intentie niet helder genoeg is, of omdat er nog iets beters is voor jou. Dus als je iets niet krijgt, iets verbetert niet en je blijft altijd maar in hetzelfde cirkel ronddraaien, dan is het omdat je nog de juiste sleutel voor de deur niet gevonden hebt. Dus blijf zoeken, blijf informatie vragen, blijf inzichten vragen, blijf de wereld observeren, evalueren en bekijken als een spiegel om te zien waar dat je al in balans bent en waar niet. En dan ga je zien dat wanneer dat je die inzichten hebt ontvangen en je neemt dan in afstemming met je ziel de juiste actie, de juiste stappen, dan kunnen zaken heel snel gaan veranderen en verschuiven. Dus ik hoop dat dit jou wat verder helpt. Weet ook dat de laatste week, en dus ook nu naar aanleiding van dit weekend en de volle maan die de volgende week komt, er opnieuw weer heel wat updates en hoge energieën zijn. Dus ook hier luister naar je lichaam. Voel wat je nodig hebt. Is het een dagje Netflix of een dagje niks doen? Of net een dagje actief bezig zijn in het huishouden? Of naar het strand gaan of naar het bos gaan wandelen? Het maakt niet uit. Voor iedereen is dat anders.
Maar luister naar je lichaam, luister wat je lichaam nodig heeft. En dat gaat ervoor zorgen dat je veel sneller, of dat je jouw lichaam, de fysieke lichaam, de kans geeft om veel sneller die hogere energieën, die nieuwe energieën, te gaan integreren en daar gewend te geraken. Zo, heb je vragen, loop je het ergens tegenaan en weet je niet goed van waar dat vandaan komt, dan mag je altijd, ofwel een sessie boeken natuurlijk, maar je mag ook je vraag onder elke video posten of me contacteren via de website als het iets te persoonlijk is. En dan kijk ik wat dat jij op dit moment nu nodig hebt, welk antwoord dat kan en mag meegeven. En in de hoop om weer van dienst te zijn, zodat jij ook verder je leven kan vormgeven. Zo, dat was het voor nu en dan zie ik je in de volgende video. Daag!